Ondernemer Martijn Loof heeft het aan de stok met Den Haag. Hij heeft een wijnspeciaalzaak in de vruchtenbuurt en al jaren houdt hij daar eens in de maand een proeverij. Hij houdt dan s'avonds een verhaaltje voor vaste klanten en verkoopt dan ook altijd veel. Maar ineens is de vraag gerezen of hij daarmee niet gewoon een beetje caféetje aan het spelen is. Den Haag vindt van wel. Ik kreeg een brief van de gemeente waarin werd gemeld dat ik mij gedroeg als horeca-inrichting. Ik organiseer proeverijen om uh, mijn klanten een bepaalde service uh, te kunnen bieden. Uh, de mogelijkheid te geven om uh, de producten te kunnen proeven voordat ze dat eventueel aanschaffen. Ja, ik denk dat ik uh, nu toch maandelijks wel zo'n uh, 10% van mijn omzet mis. Uh, wat eigenlijk ook betekent dat dat een, uh, een omzetvermindering per jaar is uh, van 10% ongeveer. Hoe nu verder? Ja, vooral afwachten. Ik ga op een positieve manier door. Uh, ik hoop, uh, uh, middels goed contact met uh, meerdere partijen, waaronder de gemeente, tot een uh, menselijke oplossing te komen. Een oplossing die, uh, uh, die zodanig is dat iedereen daar profijt van heeft. En ik ook. En hoe weten de mensen dan nu hoe de wijn uh, proef die ze gaan kopen? Uh, nou, dat weten ze eigenlijk niet. Komen ze hier vaker, dan weten ze dat misschien wel. Uh, maar ze zullen mij moeten geloven op het verhaal dat ik ze vertel. Over waar de wijn vandaan komt, uh, uh, wat de smaak is, wat ze kunnen verwachten. Ja, dat is toch iets heel anders dan, uh, dan wijnen proeven.